Aan wat voor mensen moeten denken? Ja, dat zijn mensen die het voor zichzelf willen hebben. Een eigen wapen, maar het zijn ook mensen voor de handel. We hebben ook gewoon handelslocaties aangetroffen. En dat is wel het interessante en dat vind ik ook wel belangrijk om te zeggen. Het spreekt met name een andere doelgroep aan dan de georganiseerde criminaliteit. De georganiseerde criminaliteit zit vaak op de reguliere wapens. Er zijn veel illegale wapens. En die hebben ook wel hun wegen hoe ze daaraan en komen. En die hebben hun netwerk en die kunnen wel aan een illegaal wapen komen. Dit spreekt mensen aan die dat netwerk niet hebben, maar wil graag zo'n wapen willen hebben. En wat Zoals? Zijn dat nou voor mensen? Dat zijn mensen met extreem gedachtegoed. Rechtsextremistisch, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld. We hebben daar ook zaken in gedraaid. We hebben iemand met rechtsextremistisch gedachtegoed aangehouden. Had ook zo'n wapen bij zich. Maar het zijn ook, en als het even noemt, zijn ook gewoon de hobbyisten die gaan experimenteren. Omdat ze denken, nou, laat ik eens wat gaan printen en laat ik het gaan proberen. Ja, maar u zei net, dat is best moeilijk, dus die komen bedrogen uit, of niet? Nou, het is gewoon verboden. Want vergis je niet, het is net zo verboden als een regulier wapen. Ook net zo dodelijk als een regulier wapen? Als je het doet, is hij net zo dodelijk. Je krijgt de gevangenisstraf voor. Maar zeker voor die mensen die willen experimenteren, die hobbyisten. Het is gewoon gevaarlijk.